En eigenlijk is hij voor mijn blok is hij net te klein. Net te klein. Maar hij is ook weer net te groot om niet op ontwacht te gaan staan. Echt een tussenmaat. Nou, dan passen we gewoon mijn lengte een beetje aan. Wat je, misschien kun je het zien, maar nu krijg ik iets meer bewegelijkheid. In de bekken. In dit en naar het bekken toe. Want ik, toen ik het rechts net nog vroeg, zei hij van nou, weet je, ik wil eigenlijk nog helemaal niet veren. En nu zegt ze, oh nou, oké, ik kan het al ietsje losser laten, zie je? Ja. Het is nog wat stug, maar er komt beweging. Nou, dat willen we graag. Ja, is lekker. Dat doet mij niet. Kan je een blok dan niet de kwartslag draaien? Ja, maar dan is hij een beetje instabiel, dus dan vind ik hem iets spannend. Maar dat geeft niet. Komt goed. Hier is echt zo van nou. Lekker, hè? Eigenlijk vertelt ze het heel goed, hè? Ze laten toe, 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 totdat ze denkt, nou, daar zit ik echt wel wat vast. Ik kan niet herkietelen. Nou, weet ik. Hey. Ik bemoei me altijd met het hele management. Ik ben namelijk een bemoeial. Maar eigenlijk heeft ze twee plekjes die ze wat vaster is. En ik zie haar nu vandaag voor het eerst. Maar die zich precies onder het zadel bevinden. Dus dan geef ik altijd aan de ruiter mee van nou let even op, is je zadel recent nog nagekeken? Het zadel is op maat gemaakt en wordt ieder half jaar komt de zadelmaker. En wanneer is de zadelmaker voor het laatst geweest? 2 weken geleden. Nou, top, want ik kan namelijk niet zien of dat van voor die 2 weken is of van de afgelopen 2 weken. Ja. Dus dan is het nu belangrijk van nou we hebben gesignaleerd en dan moet het de volgende keer weg zijn. Want jij hebt je zadel aan laten passen, wat dus nu voor Blondie waarschijnlijk optimaal weer ligt. Dan gaan die pijnplekken verdwijnen, want dan kan het oud zeer zijn. Dus dat is altijd heel belangrijk om met elkaar even te communiceren. Van hé, ik kan wel zeggen je zadel ligt niet goed. Maar het zegt alleen dat er een keer een zadel op heeft gelegen wat niet helemaal optimaal past. Waarschijnlijk was dat dan toen ze op de handelstal stond. Dat staat er niet bij, maar kijk, zoals je nu ziet zijn die pijnplekken nu weg. Dus die moeten wegblijven. Ja. Nou, dat is ons doel. En zo in 1 keer weg. Poef. Dus kan ook weer even kijken. Nou, daar zit hij ook nog. Aan deze kant. Wel minder dan naar links. Maar ik vind ze dit wel minder erg. Veel minder erg. Want nu blijft ze ook gewoon mij kriebelen. Totdat ze jou een keer een hap geeft. Oh, nee. Kijk, hier zit hij nog. Niet bijten. Goed zo, goed zo, goed zo, braaf. Ja. Het is ook altijd een spel van voor weer wat losmaken. Weer even terug naar achter. Wordt het beter? Eigenlijk is het steeds jezelf weer controleren op mobiliteit. Ik ga nog heel even terug op mijn blok, want ik wil even checken wat hier op het rechterbek doet. Of we er daar iets geholpen hebben. Nou, kijk. Dan veert al wat meer mee. Toen we begonnen was dit echt stug. En nu is het echt een stukje beter. Ik ga niet voor meer nu testen, want ik vind van nou, ik heb best wel veel geknutseld al. Dus voor vandaag is dat goed genoeg. Want ik hoef niet in 1 dag het helemaal voor een 10 te hebben. Ja. We gaan het in stapjes doen, zodat jullie het allebei bij kunnen wenen. Gaan we even naar de voorkant. Dat zal ze iets minder leuk vinden, dat had ik net al bedacht. Hè? Ja, een draad. Ik loop gewoon een beetje met haar mee als ze een beetje wegloopt. Jij hoeft even niks te doen. Ik leen er even een stukje van je. En dan vragen we gewoon heel veel rustig of ze op elk
halswerveltje wat wil buigen en zo niet, dan mobiliseer ik daar. Het is heel belangrijk dat de hals van het paard heel los is en pijnvrij, omdat dat heel veel voor het paard bepaalt in de, ja, in de training. En je ziet hier dat ze eigenlijk zegt, nou, ik wil iets minder graag. Goed zo, hè? Ja, dit was richting het CTO-gebied. Heb je daar wel eens van gehoord? Nee, nog niet. Dat is een gebied wat op dit moment heel erg, ja, in de picture ligt in paardenland. Dat is de overgang van je borstwervels naar je halswervels. En dat is een belangrijk gebied, omdat ze daar over, ja, als je instructeur tegen je zegt, hij moet meer over de rug lopen en meer nageven, dan zien we heel vaak dat ze in het CTO-gebied niet willen buigen. Ja, en dat is het stukje waar zij ook even zegt nu van, het doet me zeer. Ja. Nou, dan kan je je voorstellen dat als jij dat voor elkaar wil boksen rijdend, en het doet er eigenlijk nu zeer als je er niet op zit, ja, dat ze wat minder graag wil. Moeten we dit knotje even... Oh, ik hoor een knak. Ja, dat was een eerste ripje. Heb je hem vast? Zo. Ja. Goed. Ja. Dan gaan we eens even naar de andere kant. Dan ga ik ze ook nog even op de met de schouderbladen kijken wat ze dan doet. Ook beide zijn ze op de achterhoofd. Vindt ze dat best wel lastig? Kom je dat met rijden wel eens tegen, dat ze wat minder makkelijk nagevelijk is te rijden? Iets minder makkelijk nageven? Soms, maar het is wel eenmaal als ik begonnen ben en dan ze wat losser is, dan gaat het wel vrij makkelijk. Ik heb daar eigenlijk bijna geen problemen mee. Ook niet in het begin? In het begin wel, maar dat is vrij snel opgelost. Het is niet van ik ga erop zitten en ik kan meteen proefrijden, maar het, daar heb je heel eventjes voor nodig. Ja. Eens kijken of we dat misschien nog een klein stukje kunnen helpen. Eén stapje weer naar voren. Ondertussen zijn we bijna. Ze laat ons wel heel goed zien wat pijnlijkste is en wat gewoon vast zit. Als het gewoon vast zit, dan reageert ze eigenlijk niet, laat ze mij gewoon mijn ding doen. Maar als ze het wel voelt, dan zegt ze, oeh, nou, blijf daar maar even weg. Goed zo. Ja. Dan is het eigenlijk een beetje dansen met het paard om het toch voorzichtig, ja, los te maken. Want het moet wel los. Ja. Er is geen zin om het te laten zitten, want dan word jij er niet beter van, maar zij ook niet. Dit is weer het CTO-gebied, maar dan aan de andere kant. En dat zit weer vast aan het borstbeen. Goed zo.